en linksvoetig. Dom. Goed opgebouwd. Hij moet voorbeelden met de linker en hij gaat terugleggen. Hermans. Obuzo misschien. Nog weinig ballen goed geraakt, maar nu dan het schot. Oh, kijk binnen. Oh, William Obuzo. Wat een goal. 0-1. Schitterende goal. De ex-speler van Cercle Brugge, Westerlo. Een zondagschot zou het kunnen noemen. Maar werkelijk onhoudbaar voor Wouter Biwo. Kijk, daar is hij. David Gevaert. En die 500 supporters krijgen nu al waar voor hun geld. Daar kon hij niet bij, Wouter Biwo. Hij heeft echt nog geen bal geraakt. Na zo'n 22 minuten deze actie. Kijk, Owusu. Iets te laks gedekt. Milic. En net het trillen hier in het Albert Park. 0-1. Kan spannend worden. Draaien. En dan maar trappen, zeker op goed geluk. En uitstekend schot. William Owusu. Owusu pikt op. Daar is Dom. Het is een man voorbij. Joren Dom. Gedekt door twee mensen. Niet evident. Dilalo. Ja, Dilalo knap. Met de voorzet. Daar is Owusu. Die moet scoren. Doet dat. William Owusu. Meteen de bal gebroken voor Antwerpen. Kijk eens die vreugde bij Strikker. Dit is al een hele tijd geleden. Dat het zo vlot loopt in de openingsfase. Owusu scoort de 1-0. Nog 3 minuten voetbal. En het zal ze deugd doen. Nu zien we het. Dilalo die zich prima doorzet. En dan Owusu. Sterke jongen. De aanname. Even om de as. En binnentrappen. In de linkerhoek. De Ganees. Feilloos om 1-2. Het geloof bij de Great Old is er weer.
Demi. Schuurmans in de problemen. Schuurmans in dikke problemen. Schuurmans verliest de bal. Limbombe. En dan van Langendom. Limbombe, nee. Van Langendom. De Kuvy met Milic in de nek. Dom kan goed voorzetten. Alle tijd. En daar is Omuzu weer. Er was gevlacht. Ja, ja. De bal valt naast. Maar dat was een uitstekende voorzet. Hier zien we het. De Kuvy. Zoekt Dom. En dan. Niks aan de hand zie ik. Wat, ik zie weinig. Hij kopt gewoon na. Intense wedstrijd. Spanning tot de laatste minuut. Ik denk de eerste 20 minuten Lierse. Juist hetzelfde als je vorige week verliest op Lommel, staat er gelijk. Staat op de vijfde plaats. Dus dat zijn 6 punten wedstrijden. En Lommel en Roeselare waren voor mij heel belangrijke wedstrijden. En, ja. Daar de tweede helft van Owuzu, wat Gilles dan pakte. Maar ik denk, tenzij ik me zou vergissen, dat het dit...